Ja, je kent het wel. Het duikt de voorbije periode van lockdown en nu nog op de al dan niet spontane feestjes of bijeenkomsten bij mensen thuis op publieke plaatsen, coronafeestjes, waar de sociale afstandsregels niet worden gerespecteerd. Er wordt dan altijd gekeken naar de lokale besturen. Cameraploegen trekken naar de burgemeester of de politiecommissaris met dan de vraag van, werd dit voldoende opgevolgd? Is er kordaat opgetreden? De rol dus van de lokale besturen in het handhaven van de coronamaatregelen. Bij ons hier in de studio, aan de overkant althans, corona-afstand, Brecht Warnee van CD&V. Goeiedag, meneer. Goeiedag, goedemiddag. U bent zelf ook schepen trouwens in Wingenen, dus u weet wat het is om uiteindelijk al die beslissingen die federaal in die Veiligheidsraad worden genomen, om die te gaan vertalen bij uw mensen in de gemeente, heel concreet. Liep dat vlot eigenlijk de voorbije maanden? Wel, ik denk dat het in het begin heel erg moeilijk was. Ik ben zelf ook onmiddellijk, na die eerste, de fameuze vrijdag 13 maart, wanneer de lockdown werd afgekondigd, ben ik zelf onmiddellijk ook aan de telefoon gaan zitten, omdat er heel wat burgers waren die vragen hadden. Er was wat terechte kritiek, denk ik, op de communicatie vanuit die Veiligheidsraad. Hele moeilijke, duidelijke, onduidelijke boodschappen die werden gegeven. Maar dan zijn het de lokale besturen geweest die altijd die vertaalslag hebben gedaan. Wat betekent dit nu, die algemene regel die soms werd gesteld, wat betekent dit nu concreet voor de ene of de andere? En daar denk ik dat ik het wel heel goed gevoeld heb als schepen. En de telefoon die staat altijd paraat om mensen te gaan beantwoorden. Ook want nu bijvoorbeeld, we zijn nu woensdag, de Nationale Veiligheidsraad heeft er straks beslist over een verdere versoepeling van die coronamaatregelen. De bubbel wordt uitgebreid naar 15, evenementen tot 400 man nu, we komen van 200, theaters mogen open, bioscopen en zo meer. U mag met de bubbel gaan shoppen. Dat betekent wel, en los van de communicatie hierover, dat mensen opnieuw naar een andere level moeten, opnieuw nieuwe informatie moeten verwerken, dat begrijpen en dat ook gaan naleven. Waarschijnlijk krijgt u nu ook sms'en en telefoons. Het is echt, na een veiligheidsraad, dan is Facebook en is WhatsApp eigenlijk ontploft. Telkens weer. Hele concrete vragen. Nee. Mensen die nu zich afvragen, mag de food terug, mag het frietkraam, mag dat opnieuw terug bij mij thuis op het private feest komen? Mag dat dan tot 50 personen, dat private feest? Of is dat dan die 15, is dat buiten mijn bubbel, is dat binnen mijn bubbel? Allemaal dat soort concrete vragen. Moet ik een nieuwe vergunning vragen voor mijn feestzaal om het als evenementenlocatie te gaan houden? Ja, dingen die de mensen echt bezighouden. En dat is onze belangrijke taak, denk ik. Over die spontane bijeenkomsten, feestjes, ik zal het de coronafeestjes noemen. Mm-hmm. Wanneer dat in media verschijnt, is daar behoorlijk wat gedeelde verontwaardiging over. En vaak de roep om harder op te treden of de vraag van, ja, kon de politie daar niet op afgestuurd worden? Is het zo evident of is dat onvermijdelijk soms, die feestjes? Komen mensen spontaan bijeen en ja, gebeurt het dan zomaar? Wel, ik denk dat het wat moeilijker wordt in het kader van de burgerzin, voor de mensen om nu zich altijd aan die strikte regels te gaan houden. Dat wil daarom niet zeggen dat die feestjes nu plots zullen mogen. Als je die feestjes bekijkt op televisie, dan doet dat pijn aan iedereen die zich inzet tegen dat virus. Mensen in de zorgsector, horeca, de koppels die straks niet kunnen trouwen, mensen die iemand verloren hebben, mensen die zich wel aan de regels houden, dus dat doet pijn. Dat moeten we. Ja, want overigens, de versoepeling nu, de bubbel wordt uitgebreid van 10 naar 15. Voor wie denkt, ik kan nu een feestje bouwen, het is 15 en niet meer dan dat. En 15 dezelfde, hè. De feestjes mogen nog niet. Nee, dat klopt. En we moeten daar eigenlijk op verschillende manieren op inzetten. En ik ben blij dat op mijn vraag in het parlement vandaag, dat de minister heeft geantwoord dat men die lokale besturen nu ook extra gaat ondersteunen om duidelijk te gaan communiceren naar de burgers dat dit niet mag. En dat is de eerste stap. Communiceren en sensibiliseren. Zeggen wat wel mag en wat niet mag. Dat is die nieuwe campagne waarover ze praten. Dat is een nieuwe campagne check, die vanaf check. 1 juli na check, check, check komt. Er komt er een campagne voor elkaar waarbij dat we nog duidelijker boodschappen gaan overbrengen. Maar daar mag het niet bij stoppen. Hè. Ik denk dat als die campagne er dan is, en die feestjes blijven duren, dan is het aan de lokale besturen om toch te gaan ingrijpen. Er zijn de gas-coronaboetes, maar er zijn ook alternatieve maatregelen, er zijn extra camerabewakingen, er zijn bewakingsagenten. En je ziet ook dat die lokale besturen heel creatief met die zaken omgaan. We denken aan Hasselt, waar men nu de Britse traditie installeert van de last call. We trekken aan de bel en dan is het tijd voor de laatste pint. Dat soort dingen, dat zijn goede zaken. En als Vlaanderen kunnen we die gaan absorberen en kunnen we die ideeën gaan uitwisselen met elkaar. Ja, oké, sensibiliseren beter. Een ander element vandaag, de Vereniging van Steden en Gemeenten,
die berekent dat de coronafactuur voor de lokale besturen inmiddels oploopt tot 300 miljoen euro. Dat is niet enkel extra kosten via OC&W's bijvoorbeeld, maar ook gederfde inkomsten zoals terrasgeld dat niet gevraagd wordt. Bovendien waarschijnlijk minder toekomstige inkomsten via de personenbelastingen door hoge werkloosheid. Gemeenten zaten door pensioenlasten al serieus krap bij kas. Dit is dan opnieuw een opdoffer. De gemeenten gaan hiervoor moeten opdraaien. Ja, we hebben eigenlijk als Vlaamse overheid nu net een grote inspanning gedaan naar die gemeente. Op kruissnelheid in 2024 had er 417 miljoen euro extra naar die lokale besturen. Maar dan nog is die 300 miljoen is dat natuurlijk een opdoffer, hè, want men heeft net al hun meerjarenplannen opgemaakt. En eigenlijk wat het ook uit die enquête blijkt, en dat is een heel belangrijk element, is dat 1 op de 5 gemeenten overweegt om de belastingen te verhogen of drastische besparingen te gaan doen. Dus dat betekent dat we de koopkracht van de burger gaan aantasten of misschien zelfs investeringen gaan tegenhouden en zo onze economie gaan afremmen. En dat moeten we te alle tijden vermijden. En vandaar denk ik dat het nu goed is dat we, als we opdrachten aan de lokale besturen geven, ik denk aan die zomerschool, ik denk aan die kinderopvang, dat we daar altijd het gepaste middelen bij geven. Dus dat is het Balfour-principe. En dat we daarnaast ook misschien het begrotingsevenwicht dat er dit jaar in die lokale besturen zal moeten zijn, dat we dat even loslaten, zodat die investeringen in die economie, zodat die relance toch kan blijven behouden. Want wat dat betreft, de nationale overheden hebben de luxe om in het rood te mogen gaan. Dat zien we ook gebeuren, nu meer dan ooit. Gemeenten mogen dat niet. Hè? Nee. De begroting moet sluitend zijn. Dus in die zin zitten jullie vast. Het worden inderdaad ofwel belastingen ofwel besparingen. Ja, ik denk dat we daar moeten ingrijpen en dat nu gewoon even tijdelijk loslaten. Even op lange termijn durven kijken, zoals ook de Vlaamse regering nu op lange termijn moet kijken. Durven investeren in onze economie, onze sociale problemen gaan aanpakken. Die verenigingen, de cohesie, die superbelangrijk is in elk dorp, in elke stad, dat we die moeten versterken op dit moment om ook de armoede en de eenzaamheid tegen te gaan. Ja, dus een duidelijke vraag aan minister van Binnenlands Bestuur. Is dat dan aan die Vlaamse regering om die klassieke, lokale, budgettaire gestrengheid ook wat te mogen lossen, wat laten vieren, om corona te incasseren? Dat is een heel duidelijke oproep aan minister Somers om even te lossen, om daarna weer alles op de rails te krijgen. Reculé pour mieux sauter, voilà, zei Wilfried Martens. Meneer Warnee, zeer bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.